Je kent het wel, je ligt de hele nacht te piekeren in je bed en hebt al 100 schapen geteld. We slapen allemaal wel eens slecht. Maar hoeveel slaap heb je nodig om gezond te blijven? Daar weet ik alles van. Blijf kijken voor het antwoord. Goedemorgen, leuk dat je kijkt naar Beter Slapen met de serie waar je me op zoek gaat naar antwoorden op prangende slaapvragen. Met in deze aflevering, hoeveel slaap heb je nodig om gezond te blijven? Want na weer een korte nacht is het misschien handig om een keer met een professionele slaapexpert te praten. Ik ben benieuwd hoe je naast gezonde voeding en genoeg sporten met slaap je gezondheid kan beïnvloeden. En daar kan Aline mij alles over vertellen. Over droombanen gesproken. Aline is als slaapexpert zelfs aangesloten bij gezondheidsplatform Lijf. Zo is ze al 10 jaar met slaap bezig. Als trainer, coach, spreker en docent. Ze heeft er zelfs samen met collega Irma Leijten meerdere boeken over geschreven. Zoals Eerste hulp bij beter slapen en Slapen is niets doen. In haar praktijk heeft Aline al veel mensen met slaapproblemen geholpen. En begeleid naar gezond slapen en fit wakker worden. Als we ergens een antwoord moeten vinden op onze vraag, is het dus in het mooie Limburg. Hey Aline. Hey Sander. Het is net of je in een schilderij woont hier. Maar hoe belangrijk is slaap nou echt voor je gezondheid? Nou, slaap is een heel belangrijk onderdeel van een gezonde leefstijl. Dus we weten allemaal dat bewegen belangrijk is, gezond eten. Maar slapen is heel essentieel om gewoon je dag fit en energiek door te komen. En vanaf wanneer moet ik me dan zorgen gaan maken als ik 's nachts wakker lig? Nou, als het al een paar weken duurt en je merkt dat je er echt overdag last van krijgt, ja, dan zou ik er wel echt aandacht aan gaan besteden. Ja, wat zijn dan veel voorkomende klachten bij cliënten van jou? Nou, meestal is het een probleem met inslapen of 's nachts heel vaak wakker worden en dan niet opnieuw in slaap kunnen vallen. En dat je in zijn totaliteit eigenlijk te weinig uren slaap hebt dan waar je behoefte aan hebt. En hoe kun jij daar dan bij helpen? Nou, ik ga dan met mensen het gesprek aan en kijk wat er aan de hand is. En ik kijk ook waar het misgaat. En zo probeer ik mensen weer op het spoor te krijgen. Nou, ik hoop dat je mij een beetje op het spoor kan krijgen. Ja. Die kant op? Ja. Goed slapen is dus echt belangrijk en lang niet voor iedereen vanzelfsprekend. Eens kijken hoe jullie daar zelf over denken. Tijd voor Pillow Talk. Meestal een uurtje of 10 lig ik er zeker in. Vroeg in de ochtend, rond 3-4 uur ga ik meestal slapen. Tussen 9:30 en 10:00. Meestal rond 11:30, 12:00. Als ik rond 10:30 al in bed lig, dan kan ik niet meteen in slaap komen, nee. Slaap niet zo goed, nee. Ik ben een hele goede slaper. Als ik echt te lang aan de computer zit, slaap ik slecht. Ik heb het kussen nog niet geroken of ik slaap al. Ik kan wel goed inslapen. Maar toch 's nachts wakker worden en dan denk ik, oh ja, daar gaan we weer. En op een gegeven moment ga je wel denken van, oh ja, shit, over 3 uur gaat de wekker. Dan kun je niet meer slapen. Ik heb er niet extreem veel last van tot nu toe of zo. Maar ik merk wel dat ik af en toe wat meer slaap kan gebruiken. Ja, ik heb denk ik 1 jaar geleden had ik wel slaapproblemen, maar dat scheen de overgang te zijn. Ik denk ook wel dat ik te veel pieker. Soms echt wel 1 uur of 2. Hey, ik zit ook heel veel op mijn telefoon of ik loop te gamen of zo. Ik ben er ook voor naar een slaaptrainer geweest. Als ik echt niet kan slapen, dan ga ik even uit bed en dan ga ik even naar beneden en dan drink ik iets. Maar dat doe je vaak niet, want dat is te veel werk. Dus ik doe er eigenlijk niet zo heel veel tegen. Ik probeer wel op tijd naar bed te gaan, een beetje ritme aan te houden. En ging niet te veel koffie 's avonds en zo. Ik heb sinds kort wel een slaapmaskertje gekocht, omdat ik merk dat het af en toe best wel licht is. Met zo'n slaapmasker word ik minder snel wakker 's ochtends. Ik probeer niet meer te veel op de telefoon in ieder geval. Wat ook werkt is gewoon iets van muziek opzetten en dan val ik eigenlijk meestal in slaap. Oh ja, mindfulness ook nog, om toch beter te kunnen slapen, ja. Zo te horen is slecht slapen een veel groter probleem dan we denken. Daar weet Aline vast wel raad mee. Nou, dit is wel mijn eerste consult ooit. Hoe werkt zoiets? Waar gaan we het over hebben? Nou, ik wil heel graag een soort 24-uur plaatje hebben. Dus ik wil graag een beeld krijgen van hoe jij je dag invult en hoe je nacht eruit ziet. We hebben eerder mensen gesproken die ook tegen problemen aanlopen. Ja. En dit is de eerste. Nou, mijn vriendin, die komt wel heel moeilijk in slaap af en toe. Hoe kan zo iemand makkelijk prikkels buitensluiten, zodat hij A, makkelijk in slaap komt en B, ook makkelijk blijft slapen? Dit is wel een veel voorkomend iets. Wat we weten van mensen die aan slapeloosheid lijden, is dat ze een heel gevoelig brein hebben. Dus dat ze makkelijker wakker worden van dingen. En wat je dan kan doen is een aantal maatregelen nemen. Zorgen dat je kamer goed donker is, eventueel oordoppen gebruiken. Maar wat ook heel belangrijk is, is dat je je niet gaat ergeren. Als mijn man zich omdraait of hij ademt een beetje te hard. Ja, dan maak ik mijn eigen probleem groter. Nou, herken jij jezelf hierin? Klik dan op de link in de beschrijving. Daar vind je een blog waar we hier dieper op ingaan.
En dan gaan we nu naar het volgende probleem. Wat tips om makkelijker te ontspannen, om weer goed in slaap te kunnen komen, zonder dat je een paar uur wakker ligt? Nou, het is duidelijk waar het probleem van deze mevrouw ligt. Ja, ik zei net inderdaad al dat de nacht ontzettend samenhangt met hoe je je dag invult. Dus wat je dan kan doen is dat je overdag vaker even stopt, een pauzetje neemt en 's avonds ook rustiger je nacht ingaat. Dat kan zoveel zijn als heel even... Ja, even een paar keer in- en uitademen. Dat kan al echt helpen. Nou, dan adem even in en dan gaan we naar het laatste probleem. Ik zit... ontzettend veel op mijn telefoon. Hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik minder op mijn telefoon zit voor het slapen gaan? De telefoon in bed, ja, is absoluut een probleem van nu. Ik ben echt een grote voorstander van het verbannen van de telefoon uit de slaapkamer. Als je nou die kracht niet hebt om dat te doen... Ik denk dat het echt wel een keuze is. En een keuze die op korte termijn pijn doet, maar die op lange termijn wel leidt tot een gezond slaappatroon. Dus je moet even door die zure appel heen bijten. Is er nou één basale tip waarmee je al makkelijker in slaap komt? Kalm blijven. Dus als je in je bed ligt en je kunt niet slapen, blijf kalm. Want hoe drukker je je maakt, hoe meer je de slaap wegjaagt. Kijk, daar kan ik wat mee. Dankjewel. Goed slapen is dus voor je gezondheid net zo belangrijk als gezond eten en genoeg sporten. Maar het allerbelangrijkste is, hou je slaapkamer lekker donker. Laat die telefoon er vooral een keertje buiten. En vergeet vooral niet om rustig te blijven. Vergeet je vooral niet te abonneren om nog beter te leren slapen. Maar voor nu, welterusten.